God de wereld, dat hij zijn zoon gaf. En wie in hem gelooft, gaat niet verloren. Ontvangt het leven, dat nooit meer ophoudt. Hij gaf zijn zoon aan, ons uit liefde, om ons te redden. Te redden van onszelf. Dus kijk, de deur staat voor ons open. God roept ons binnen. Hartstikke vol. Ik wil daarom ook even vragen of alle jongeren naar voren willen komen. En dan naar voren willen gaan zitten. Dat zijn we wel gewend met de Permission Base diensten 's avonds. Dus voordat we verder gaan wil ik ook dat iedereen eventjes alle jongeren naar voren komen. En dan hier gaan zitten. Dankjewel. Vandaag zullen Carmen Soeverein, Lianne Raukema en Doreen Schieren zullen gedoopt worden. En Loes van Meer zal toetreden. Dus dat is echt één groot feest. Sven en Natasja zullen spreken. Sven is een jongerenspreker en spreekt ook vaker in diensten. En Natasja is een jongerenwerker. En zij zullen vandaag het woord met jullie delen. Zo'n 2000 jaar geleden leefde er een jonge man. We kennen zijn naam niet, maar het was wel een opvallende gast. Hij was jong, maar hij was al helemaal binnen. Hij had een volle bankrekening. Hij bezat flink wat ontroerend goed en had een indrukwekkend wagenpark. En ik weet zeker, hij zag vast ook nog eens goed uit, omdat hij elke week de sportschool bezocht. Hij barst van de energie. De dood lijkt een eeuwigheid weg. Hij weet veel. Hij denkt ook in oplossingen. En hij heeft ook een duidelijke mening over bijna alles. En toch, iets in hem besluit om advies te gaan vragen aan een plattelandsjongen, aan een timmermanszoon. Deze timmermanszoon van het platteland, genaamd Jezus, hij heeft iets, hij bezit iets wat hij niet heeft, waar hij niet bij kan. En dat is voor iemand met zijn reputatie toch best bijzonder. Hij heeft het gewoon zo goed. Hij heeft eigenlijk alles wat je maar wensen kan. En toch knaagt er iets in hem. Hij mist iets. Er is iets wat, ja, waar hij niet bij kan, wat mist in zijn leven. En deze Jezus, hij noemt hem zelfs meester. En hij stelt hem de volgende, ja, zeer moeilijke vraag eigenlijk. Meester, zegt hij, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? En het antwoord van Jezus was opvallend. Hij zegt, waarom vraag je naar het goede? Er is maar één goed en dat is God. Houd je aan zijn geboden. En eigenlijk verraadt de manier waarop deze jonge man de vraag stelt al dat hij op een dwaalspoor zit. Hij zegt, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Alsof hij het eeuwige leven kan krijgen op dezelfde manier waarop hij al het andere in dit leven al bij elkaar heeft gekregen. Bij elkaar geschraapt heeft, hard voor gewerkt heeft. Hij heeft voldoening gezocht. Hij heeft tevredenheid gezocht. Hij heeft gezocht, maar hij heeft het niet gevonden. En misschien ken je dat wel bij jezelf. Je werkt hard. Je doet je best op school, voor je studie. Op je werk misschien. Want ja, je wilt later natuurlijk die leuke baan. En je wilt ook een beetje leuk inkomen hebben, want je wil mooi wonen. Maar je wilt het ook nu leuk hebben. Je wilt ook nu op stap met je vrienden. Je wilt dat leuke jurkje, de nieuwste sneakers. En ondertussen doe je misschien ook nog vrijwilligerswerk. Je doet je best. Misschien schenk je wel koffie in de kerk of doe je kinderwerk. Maar misschien ben je ook wel heel anders. Misschien hou je wel van gamen of films kijken. Muziek maken of luisteren. En dan steek je daar al je tijd en energie en geld in. En al je vrije uurtjes. Zelfs je nachtrust ben je bereid om ervoor op te offeren. Misschien bezoek je daarnaast ook nog kringavonden. Ga je trouw naar de kerkdiensten en de jeugdavonden. En je denkt, dit is het. Je denkt dat dat het is, het leven. En dat jij eruit haalt wat erin zit. En ook dat je geeft wat nodig is om eruit te halen wat erin zit. Maar toch is het net alsof je er net niet helemaal komt. Alsof er aan het eind altijd net een gaatje overblijft, ja, wat net niet vol is.
En dat terwijl wij hier helemaal eigenlijk alles hebben wat we nodig hebben om gelukkig te zijn. We hebben allemaal een dak boven ons hoofd, een plek om te slapen, kleding, niet alleen eens om je te bekleden, maar ook nog omdat het leuk is. Eten, vrienden misschien, of een kerk waar je je thuis in voelt. We hebben alles. Waarom dan toch dat gevoel, dat knagende gevoel af en toe, wat weer op komt zetten, dat ontevreden gevoel, alsof je het net niet hebt bereikt. Heer, wat moet ik doen? Wat ben ik nodig? En Jezus zegt, houd je aan de geboden. En dan moet je weten dat de Joden zo'n iets meer dan 600 geboden en verboden hadden. Dus 600 om uit je hoofd te kennen, te leren, te weten. En die ook nog iedere dag, niet één dag, maar gewoon alle dagen te volgen, is best wel veel. En iedereen met een klein beetje minder zelfvertrouwen, denk ik, die zou gelijk zeggen, ja, maar dat kan ik niet. Ik heb ze nog niet eens allemaal gelezen. Laat staan dat ik ze uit mijn hoofd ken of daaraan kan houden. Maar deze jongen niet. Hij zegt, ja, dat heb ik gedaan. Van kinds af aan heb ik mij gehouden aan uw geboden. En daarmee zit hij gelijk alweer op een dwaalspoor. Want hoe goed wij ook ons best doen, staat er in de Bijbel. Wij kunnen ons niet aan de wet houden zoals God dat heeft bedoeld. En dat is ook de reden waarom wij het eeuwige leven mislopen. Want als deze jonge man zich echt aan Gods wet had gehouden, zoals hij zei, dan zou hij het eeuwige leven krijgen. Hij zou het al hebben. En de vraag, dat hij die vraag stelt van hoe moet ik het eeuwige leven krijgen, verraadt al dat het dat niet gelukt is. Maar ja, hij vraagt aan Jezus nog even voor de zekerheid, welke van de geboden moet ik dan houden? Nou, zegt Jezus, pleeg geen moord, geen overspel, steel niet, lieg niet, eerbied voor je ouders en heb je naaste lief als jezelf. Nou, denkt de jongeman, prima. Ik heb nog niemand vermoord. Ik lieg niet. Leugentje voor eigen best wel, maar dat is niet echt liegen. Alle feestdagen kom ik bij mijn ouders op bezoek. Dus dat komt wel goed. Dat zit wel snor. En er moet nog meer zijn wat ik kan doen. En wat kan ik nog meer doen? Vraagt hij aan Jezus. En Jezus had hem gelijk kunnen tackelen. In één knip onderuit kunnen halen en zeggen, joh, je zit helemaal fout. Hij had deze zelfverzekerde kerel gelijk onderuit kunnen halen, maar dat doet Jezus niet. Hij kijkt hem liefdevol aan. Hij wil hem de weg wijzen naar het eeuwige leven. Hij zegt, er is één ding. Je kunt nog één ding doen. Verkoop alles wat je hebt. Geef de opbrengst aan armen. Kom dan terug bij mij en volg mij. Bam. In één klap verslagenheid. Dat is ook wel een beetje kil, vind je niet? Ik bedoel, zo werkt het toch in het leven? We worden toch beloond naar wat we doen? Je krijgt een diploma naar wat je gestudeerd hebt, loon naar waarvoor je gewerkt hebt. En hoe succesvoller je bent, des te hoger je beloning. Dat deze jongeman dacht dat hij er bijna was bij het eeuwige leven, was dus eigenlijk helemaal niet zo raar. Hij was succesvol, hij hield zich aan de regels. Hij deed zijn best, hij werkte hard. En toch ging deze jongeman te neergeslagen weg. Want, staat er in de Bijbel, want hij had veel bezittingen. Hij had veel bezittingen. En dat is waar hij het leven in bleef zoeken. In zijn bezittingen. Hij zocht het leven in zaken die leiden tot de dood. Jezus draait zich vervolgens om naar zijn discipelen. En hij zegt het volgende tegen ze. Luister goed naar mijn woorden. Het is moeilijk voor een rijke om in Gods nieuwe wereld te komen. Ik zal het nog sterker zeggen. Het is voor een rijke mens heel moeilijk om in Gods nieuwe wereld te komen. Je zult nog eerder een kameel door het oog van een naald zien gaan. Toen de leerlingen dat hoorden, schrokken ze heel erg. Ze vroegen, maar wie kan er dan nog gered worden? Jezus draait zich om naar zijn leerlingen en zegt deze woorden. Jezus haalt dus uit de gebeurtenis wat er net gebeurd was met die rijke jongeling, haalde hij een les uit wat voor ons allemaal geldt. Hij zegt, het is voor een rijke onwijs moeilijk om in het koninkrijk van God te komen, om in het eeuwige leven te krijgen. Als we kijken vanuit de andere evangeliën, dan zien we dat Jezus vol liefde sprak over deze jongen. Het was dus niet dat hij met een vingertje stond van, wat jij doet dat is fout. Nee, hij bleef liefdevol over deze man. Het was als het ware dat hij zei,
Wees niet te hard voor deze jongen. Hou van hem. Maar daarnaast was Jezus tegen zijn leerlingen ook heel direct. En hij waarschuwde. Hij zegt, het gaat nog sneller gebeuren dat een kameel door het oog van een naald gaat. Dat gebeurt nog eerder dan dat een rijk iemand het eeuwige leven zal binnenlopen. Nou, ik weet niet of u het op een blauwe maandag al een keer hebt zien gebeuren, dat een kameel door een oog van een naald zie gaan. Nou, ik niet. Zo onwaarschijnlijk is het dat dat gebeurt. Maar daar was Jezus goed in. Jezus gebruikte vaak hele extreme voorbeelden om maar eens even aan te kaarten hoe belangrijk het is wat hij zegt. Jezus spreekt hier over rijke mensen. En de man waarmee hij sprak was een rijk iemand in de vorm van spullen, van geld. Maar als we deze persoon verder bekijken, dan zien we dat dat eigenlijk helemaal niet zijn grootste probleem was. Zijn grote ego, zijn grote aanzien, zijn grote ijdelheid, al die dingen, dat was zijn probleem. Het is dus niet dat Jezus hier doelt op het alleen maar hebben van veel bezittingen of veel geld. Nee, het gaat hier ook misschien wel over het hebben van onwijs veel populariteit, dat je je daar zo erg aan vasthoudt. Of misschien wel je hele grote ego. Misschien zijn het wel andere dingen. Dingen waarvan jij mee denkt, nou, als ik dit doe, dan haal ik mijn ticket naar de hemel wel. Als ik nou hier heel erg goed in ben, als ik nou heel veel mensen om me heen verzamel en laat zien dat ik het goed doe, ja, dan heb ik die ticket binnen. Dan ga ik naar de hemel. Jezus heeft zijn discipelen heel erg in de war gemaakt. Zijn voorbeelden waren zo extreem dat de discipelen op een gegeven moment alleen nog maar de vraag hadden, ja, maar hoe dan wel? Ja, het probleem van de jonge man was eigenlijk niet te veel geld, maar te veel zorgen. Ja, maar heer, hoe moet het dan? Als mijn geld weg is, hoe moet ik dan eten? Waar moet ik slapen? Wie betaalt mijn werknemers? Hoe moet ik het doen zonder alles wat ik nu heb? Maar ja, doen we dat niet allemaal? Maken we ons niet eens allemaal wel eens zorgen? Sven zei al, de discipelen waren, in de Bijbel staat, hevig ontzet. Ze waren verbijsterd, van hun sokken geblazen. Ja, want heer, wie kan er dan gered worden? Maar Jezus zegt, maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. Ja, je hebt gelijk. Bij mensen is dat onmogelijk. Maar bij God is alles mogelijk. Hij kan je zorgen wegnemen. Hij kan het niet alleen, hij wil het dolgraag. Want hij houdt van je. Hij houdt zo onwijs veel van je. Zijn liefde voor jou en mij is zo ongelooflijk groot. En dat is het. Dat is de reden waarom de jonge man Jezus niet kon volgen. Hij kende wel de regels, maar hij kende niet de achterliggende, opofferende liefde die in die regels verborgen zitten. En Jezus gaf hem geen nieuw gebod van gehoorzaamheid. Nee, hij wilde dat hij toewijding. Dat wilde Jezus. En overgave. De man kon de liefde die Jezus hem zojuist had gegeven niet beantwoorden. En hij ging ten neergeslagen weg. In plaats van te komen en te volgen. De liefde waardoor je alles kon opofferen. Om vervolgens met lege handen bij Jezus te komen staan. En Doreen en Carmen en Lianne, zij hebben die liefde gezien. Ze hebben hem geproefd, ze hebben hem ervaren. Ze hebben met lege handen voor Jezus gestaan. En ze hebben besloten, ze hebben de keuze gemaakt om hem te volgen. En ze gaan hem volgen in de doop. In het water wat symbool staat voor het graf, voor de dood. Maar daar blijft het niet bij, ze gaan hem volgen naar het echte leven. Het eeuwige leven. En jij? Wanneer heb jij voor Jezus gestaan? Met lege handen? Of kom je liever met goede werken, harde werken, met je eigen inspanningen? Ja, heer, ziet u dan niet wat ik voor u gedaan heb? Ik werk zo hard, heer, ik doe het voor u. Ik geef alles aan u, heer. En ik beloof u, morgen doe ik het beter. Ja, heer! Waarom zoekt u de leven onder de doden? Waarom zoekt u de levende onder de doden? De twee vrouwen liepen naar het graf van Jezus.
Het graf waar Jezus 3 dagen daarvoor werd begraven. Op een gegeven moment worden ze omgeven door een helder licht. En de vraag echoot nog steeds door. Waarom zoekt u de levende onder de doden? Diezelfde vraag echoot nog door in dit jaar. Dit echoot nog door in onze harten. Waarom zoekt u de levende onder de doden? Waarom zoeken we naar leven in de dingen die leiden tot de dood? Waarom zoeken we naar de volheid van het leven in de dingen die leiden tot de dood? We willen alles zo graag hebben. We moeten alles hebben. Waarom zoeken we naar leven in de dood? We jagen na alles wat we willen hebben. We zoeken, we zoeken, we zoeken en we gaan maar door. Maar het leidt tot de dood. Waarom zoek je naar zingeving en vervulling in het leven? Waarom zoek je daarna? Als je weet dat die vervulling is bij Jezus, waarom zoek je dan in de dood? Waarom zoek je het leven in de dood? In diezelfde vraag zit overwinning. Het ultieme offer van Jezus was succesvol. De zonde kon hem niet tegenhouden. De hel kon hem niet vasthouden. En de zonde kon hem niet grijpen. Jezus stierf, zodat wij in verbondenheid met hem kunnen leven. Jezus is opgestaan, zodat wij met hem eeuwig kunnen leven. Dankzij dit offer eindigt ons leven niet met de dood. Dankzij dit offer eindigt jouw leven niet met de dood. Wij mogen vieren. Wij mogen vieren dat er leven is. Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is daar niet. Hij is hier. Ja. Zoals beloofd, ik had net gezegd, Carmen en Doreen, Lianne en Loes is ook bij je komen. Zij hebben de liefde van Jezus ervaren en geproefd. En ze hebben met lege handen voor hem gestaan. En daar willen ze van getuigen. Daar willen ze dolgraag van vertellen. En ik wil beginnen bij Loes. Loes gaat toetreden, is al eerder gedoopt. En ik geef jou door. Christ Jesus crucified. Salvation through repentance at the cross on which he died. Now hear my absolution, forgiveness for my sin. And I sink beneath the waters that Christ was buried in. Jezus, omdat hij voor mij gestorven is en omdat hij er daardoor altijd voor mij is. Doreen, als dienstknechten van God, opdracht van Jezus zelf, op grond van jouw getuigenis, kunnen we en mogen we jou dopen in de naam van de Vader, en in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest, in Jezus' naam. Jesaja 41, vers 10. Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, want ik ben jouw God. Ik zal je helpen. Ik zal je sterk maken. En met mijn hulp zul je de vijanden overwinnen. Jezus is voor mij aan het kruis gegaan en ik geloof dat ik een nieuw leven met hem mag beginnen. Carmen, als dienstknechten van God in opdracht van Jezus Christus, op grond van je getuigenis mogen we je dopen. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest, in Jezus' naam.
omarmen. Efeze 6 vers 10. En tenslotte nog dit. Word sterk door één met de Heer te zijn. En zijn grote kracht in u te laten werken. Ik wil samen met Jezus mijn oude leven begraven en een nieuw leven beginnen met Hem. Dienstknecht van de Heer, in opdracht van Jezus Christus zelf, op grond van je getuigenis, dan dopen we je in de naam van de Vader, en in de naam van de Zoon, en in de naam van de Heilige Geest, in Jezus' naam. Romeinen 15, vers 13. Mogen God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Ja, we hebben weer uitgevoerd. We hebben gedaan wat de Heer Jezus Christus ons opgedragen heeft. En als jij zegt, ik geloof in Jezus Christus, Hij is voor mij gestorven, wacht niet langer, laat je dopen, er is nog plek. In Jezus naam. Forever.